We zijn in een dierentuin. Ja. En toen kwam ik jou tegen en toen vond ik wel dat jij er... Wow! Goeie jongen. Nee. Wel. Nee. 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 Kom op. Nee. Alsjeblieft. Nee. Hallo mensen. Mijn naam is Quinn en Isa valt over de drempel. Het is een beetje in de war. Vanochtend gingen we naar de sportschool. En we waren vroeg opgestaan vandaag, want we moesten ons boek inleveren. Dus nu zijn we officieel echt helemaal klaar met dit jaar. Hey Is. Lekker vakantie. Leuk. Goed. Fijn. En nu lig ik hier op Dede's kamer, want Dede heeft haar kledingkast uitgezocht. Oh, je had haar helemaal ingezoomd, dat is niet goed. Maar Dede had haar kledingkast uitgezocht en toen had ze heel veel kleren die ze niet meer wilt. Dus nu gaat Isa kijken of ze iets leuks kan vinden. Achter heb je de neiging om de I als een U. Isa zei ik gewoon, hè? Wat? Eusa? Nee, ik zei wild. Wild. In plaats van wild. Wild. Wild haar. Nee, maar dus Isa gaat heel even kijken wat ze... allemaal kan vinden. En toen gingen we dus naar de sportschool net. En toen was Isa gevallen. Grapje, laat ook een uit. Isa was wel gevallen. Ik ben wel gevallen. Je bent wel gevallen. Ik laat het erin. We hadden alleen geen filmpjes gemaakt. Maar het was wel goed. Want we gingen. Dit is de tweede keer dat we zijn gegaan deze week. En nu ga ik even laten zien of Isa iets leuks kan vinden. En het is vandaag vrijdag. En dat betekent weekend. Oké, hallo mensen. Welkom bij de showblog van D. Nou, van Isa, van Dederwinkel. Ja. Als eerst de blouse. Dat blouse. Oké, spannend. Dan heb ik een zwart rokje. Dan heb ik. Tadadam, tadadam. Een panterjurk. Een panterjurk. Dan valt de deur dicht en schrok je. Dan heb ik een slang of een krokodillen blouse, ik weet niet wat het is. Ja. Slang of een krokodil? Weet ik niet. Ik zou eerder slang zeggen. Maar mijn moeder zei krokodiltjes, ik weet niet. Dan heb ik een wit ding. Oké. Een rood jurkje. Broekje. Ja, het is een jurkje, maar er zit een broekje in. Nee, het is een broekje. Ja, maar ik vind dat het een jurkje is. Dus dat is een jumpsuit. Een jumpsuit. Eigenlijk een playsuit, want dat is met een korte broek. Ah, maar die is wel heel leuk, vind ik. En ik vind alles wel leuk, hoor. Een broekje. Ja. Met panter. En zo'n shirtje met van die stipjes. Oh ja. Nou, leuk. Dus dat. Goed uitgezocht. Nu gaan we deze bed opruimen. Hier, alles. Dit helemaal. Gaan we helemaal opruimen. En dan gaan we misschien kijken of we je kamer kunnen verbouwen. Of in ieder geval even proberen, anders leuk. Ja, maar dat is moeilijk. Ja, maar dat is wel leuk. Dus dan gaan we wel even kijken misschien. High five! Weet je wat we dan doen? Kijk, pakken we even iets uit de mobiel. Zo, dat zijn wij. Wacht, we doen even zo. Cool, oké. Doen we die. Doen we zo. En hij staat niet op jouw mobiel. En hij is verbonden met zijn andere telefoon. Want mijn zusje zit vaker op mijn box dan ik zelf. Nice. Ik wilde nu heel cool doen dat je het zou horen, maar dat gebeurt niet. Oké, let's go. We hebben heel veel rotzooi verzameld en zijn bezig met hier nog wat andere dingetjes. Wat zijn we aan het doen? Nou. Ik dacht heel even dat je een hele lange onderbroek aan had, maar dat was een joggingbroek. Okay. Een hele lange onderbroek. Maar wat doe je als je met Quinn een kamer gaat opruimen? Je kamer verbouwen. Dus dat gaan we doen. We gaan eerst dit bureau even wegdoen. Dit zijn drie delen. Ja, en dan gaan we het bed verplaatsen.
Oké, het bureau is weg. Een beetje moe van dat binnen. Precies niks gedaan. En nu moeten we het bed weer even leegmaken. En dan gaan we kijken of het daar leuk is om daar het bed neer te zetten. Misschien ook niet. Dat zou maar zo kunnen. Dat is niet best. Kom op, Is. Met je armkracht. Ja, maar kijk, je hebt wel een goed excuus. Je hebt net al helemaal die kast getild natuurlijk. Dus ik snap wel dat dan niet lukt. Nee. Snap ik. Oké, let's go. Hoe wil je dit gaan doen? Dit? Nou, ik heb vernomen ergens dat jij hele sterke armen hebt. En jij dit dus heel goed gewoon kan tillen. Met mij. Let's go. Nou, zo staat het nu. Even kijken of dit wel leuk wordt. Dat is wel lastig, hè? Ja, dat is wel een beetje. Maar kijk, als we die kast stuiven, we zouden die kast 5 centimeter opzij zetten, is het wel weer heel anders, denk ik. Ja. Snap je? Nou, nog even nadenken. Ja, We hebben een besluit genomen. We laten het op deze manier gewoon even staan. Nou, we moeten alleen nog het bureau hier neerzetten. En gaan we even aankijken of het wel een beetje leuk is. En als ze dan toch, of nou in ieder geval Isa denkt van, valt wel mee. Vond het andere chiller, dan zetten we het gewoon weer terug. We dachten toen we het bed neer hadden gezet, ja, wel leuk, wel leuk. Oh, begin bijna vaak. Maar toen dachten we, ja, wel leuk, ziet er goed uit op zich. Zou het misschien iets beter kunnen met daarachter bij die kast. Maar was op zich redelijk positief. Toen dachten we, even het bureau neerzetten. Nou, wordt niks jongens. Nou, dit is hem niet. Dit heb ik ook nog niet helemaal 100% goed neergezet. Maar ik vind het al meteen minder mooi dan toen het bed er stond. Dus dit wordt hem niet. Gaan we straks weer even terug verplaatsen. Is wat moeite, maar dan hebben we het wel weer uitgesloten dat het zo in ieder geval niet gaat worden. Nee, dit gewoon eerst even wat eten. Isa dus voor onze spierballen. Goed hè? Lekker eten. Het smakelijk allemaal. Het smakelijk. Stond ik daar net bij de ijswinkel. En ik ben dan weer degene die weer een aparte vraag moet stellen. Dus ik vroeg, kan je ook dat appeltaartje die bovenop het appeltaartijs lag krijgen? Maar dat kon niet. Want die was vies, want die was bevroren. Dat was wel jammer, want ik had wel zin ook in een stukje appeltaart. Alleen het ijs van de appeltaart smaakt echt precies naar een appeltaart. Moet je even proeven. Het is echt heel lekker. Nou, vond ik. Met een beetje chocola heb jij erbij, maar... Proef je het? Ja. Is lekker, hè? Ja, is lekker. Vond ik ook heel lekker. En ik heb natuurlijk ook nog chocola. Zo is je kamer van heel gek naar dit geworden weer. Het normale. Ja. De laatste fase is begonnen. Van opruimen met Isa. En dat zijn kleren uitzoeken. Het eindresultaat is daar. Deze kleren moeten we alleen nog wegdoen, maar voor de rest... Paul, helemaal af. Hier nog wel rotzooi, maar we gaan hier een rekje, of in ieder geval iets van een kapstokachtig maken. Dat komt nog. Dat ziet er nice uit. Mooi. En nu gaan wij weg. Nu gaan wij naar kazen kijken. En slapen. En dan gaan we slapen. Want het is nu. Het is nu zo laat. Bijna 10:30. Dus we gaan nog even naar kazen kijken. Dan hebben we morgen weer een frisse dag. Tegemoet. Want wat gaan we morgen doen? Geen idee. Zien we dan wel. Nu echt doei. Goedemorgen. Eigenlijk alweer middag. Maar ja, je zegt altijd standaard goedemorgen ofzo. En wat een fucked up ochtend was dit. Ik kan het gewoon even zo zeggen. Het was echt een stomme ochtend. Ik ging op de scooter naar huis en het was toch aan het regenen. Echt niet normaal. Gelukkig is het nu al een beetje gestopt. Eigenlijk regent het helemaal niet meer. Het is zelfs weer een beetje helder aan het worden. Maar ook dikke onweer. Echt vet hard en zo. En nu sta ik hier in de woonkamer. En is er iets heel erg leuks. Maar ook iets wat minder leuk is. En vooral ook heel erg zwaar. Het is namelijk zo. Vandaag is het 20 juli. En Anemone is vandaag jarig. Dit is een meisje die echt een heel sterk meisje is. Heeft zelf een YouTube kanaal. Ze vlogt zelf. En... het gaat niet super goed met haar. Ze is namelijk ziek en ze moet binnenkort een stamceltransplantatie ondergaan. En dat is echt een heel zwaar traject.
Maar ik geloof erin en ik heb al een beetje rondgekeken op haar YouTube kanaal en ze staat er heel erg sterk in. En dat vind ik echt super knap. Daarvoor heb ik ook echt gewoon mad respect. Het is echt niet normaal wat voor moeilijk iets dit allemaal is. Maar wil je daar nou ook wat meer over weten vanuit haar kant zelf? Dan kan je natuurlijk even haar YouTube kanaal gewoon checken. Maar het is dus vandaag 20 juli en dat zei ik net. Mans is vandaag dus jarig. En nu wilde ik graag een filmpje voor haar opnemen. Dat ze jarig is, waar ik haar feliciteer en dat ik haar sterkte wil wensen natuurlijk. En dan heb ik hierachter even wat cadeautjes neergelegd die ik laat zien in mijn filmpje. En die stuur ik dan naar haar op. En dan moet ze gewoon vooral heel sterk zijn en ik geloof er echt in. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Dus ja, dat is een beetje, dit is even een gek stukje, maar ik heb gewoon echt respect voor haar hoe ze erin staat. En daarom dacht ik, ik ga haar even verrassen met een leuk filmpje. Dus die ga ik nu maken. En dan kan je, als je meer van haar wilt weten, kan je haar natuurlijk ook checken op haar eigen YouTube kanaal. En het was trouwens ook nog heel grappig, want ik was natuurlijk vorige week of zo in het Jeugdjournaal. En deze week was zij in het Jeugdjournaal. Dus dat is best wel toevallig dat we ongeveer ook tegelijk in het Jeugdjournaal zijn. Maar ik ga even dat filmpje maken en dan komt het helemaal goed. Dan gaan we die naar haar opsturen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat ze het heel erg leuk gaat vinden. Hoe lang is het door? Je ziet wel wie er meer gevoel voor heeft, jongens. Hey! Jij houdt een hele andere variant. Yo! Kom een merch. Link in bio. Oké, hey, we waren even gezellig met Matties, even chillen. We gingen een beetje Just Dance en toen zijn we naar Utrecht gegaan. Hebben nog wat gedronken, dus dat was gezellig. Nu gaan we lekker slapen, morgen heel vroeg op. En dan gaan we iets super leuks doen met de hele familie van Isa. En ik denk dat het heel erg leuk wordt. Dus ik zie jullie dan, laat rusten. En doe blij dat je mag. Oké, Isa, het is vandaag zondag. Ja. We zijn in een dierentuin. En toen kwam ik jou tegen en toen vond ik wel dat jij er echt mag zijn. Oh, die was best leuk, hè? Hoe lang heb je daarover nagedacht? Helemaal niet zo heel lang. Wow! Holy! Wow! Oh! Yo, bro! Kun je chillen? Is goed! Yo. Ja, oké, dat ga ik doen, Ali, kom. Je mag eigenlijk niet je hand erboven, want dan doet de krokodil, die er ook schijnt te zitten, die ik nog niet heb gezien. Die doet dan hop! Grappie, kijk, we dachten we zien er net een grote, maar deze is groot. Die is nep. Hier. Nee, die is echt niet nep. Wel, die is nep. Jij verpestelt alles. Dat is een grapje, dat is rustig. Maar zij is in de vlindertuin en dat is bloed. Ik heb geen deel opgespoten vandaag. Nee, ik heb... Shit, sorry. Zijn trouwens met mij hele familie. Ongeveer. Hoi Quinn, wat ga je doen? Ja, weet je. Heel veel vissen. Hey, mooi vissen. Nog meer vlinders. Daar zijn weer de schildpadden en dit keer vanuit een andere hoek. Ja. Kijk, hier zitten de apen, maar hier loopt er ook een los. Mati, blijf daar. Wauw. Goeie hoek. Wauw. Hij wil niet bij mij. Nee, dit zijn nou nog eens mijn brodies. Mijn brodiodies. You know, we are there. We jumping, we hang, we fly. Just normal business, man. Wee! Yo, chill. Hey, kon jij dat ook bij Gim of niet? Nee. Ja, eten. Honger, ik heb zin in eten. Ik heb ook zin in eten. Eet smakelijk. Smakelijk! Kwi,
Quinnie heeft een toetje. Quinnie heeft een toetje. Wat is het, Quinnie? Zijn je kijkertjes doof? Jullie zijn doof. Grapje hoor. Jullie hebben allemaal oortjes in en als je dan zo doet, doet het heel veel pijn. Rip, het van Jezus. We hebben rood fruit met iets in het midden en bestonje. Ja, lekker. En Fanny heeft ook een toetje. Een cheesecake, lekker. Dit is een ander toetje met muffin. En caramel. Eigenlijk wilde ik die, maar Isa moest weer kiezen. Grapje, grapje. Caramel.